Op 26 januari gaf de zangeres Konglina een Chinees nieuwjaarsconcert in het Amsterdamse Concertgebouw. Konglina is bekend als zangeres van traditionele Chinese volksmuziek. Maar voor dit concert liet zij zich begeleiden door een klassiek strijkkwartet. Met haar vernieuwende muziekstijl bereikt Konglina een steeds groter publiek in Europa. Maar ook in China blijft zij populair. De combinatie van Chinese volksliederen met een strijkkwartet is heel vernieuwend. Maar voor Konglina blijft haar muziek toch altijd Chinese muziek. 但是我经常在寻根，比如说过去我们觉得唱民歌都是农民歌手，他们唱得更好，因为他们是生长在那里。但是中国民歌是以跟弦乐四重奏一起合作，就是使中国民歌更雅、更艺术化，然后我的演唱风格也比较淳朴朴实，所以我经常要思考，我以什么为根？那么当我非常清楚了，哦，我一定要以中国文化为根。 Thank you.